We zijn in Moordrecht. We gaan crossen zo. Ja. Maar eerst moeten we springparcours. Hopelijk gaan we het. Dan gaan we zo meteen even parcours lopen. Ja. Tess? We gaan parcours lopen. Vandaag film ik een keer. Ja. Vind ik leuk. 1. Daar overheen. Ja. Zo. En dan gaan we zo. 2. Die oxen daar, die groene. Goed. Oh ja, dan ga je. Oh. Zo. Ga je daar zo naar 2? Daar, die groene. Ik ga jou even filmen terwijl jij het parcours nog even nakijkt. Oké. Ik ga erboven. Ga je naar 3? Waar moet je op letten bij 3? Naar de bocht. En naar daarvoor? Hoeveel galopsprongen ging je proberen te maken? Wat? Hoeveel galopsprongen ging je proberen te maken? 3. Goed zo. En waar ga je naar 3 heen? Naar 4. 4 naar. Dat is de zwart met gele. En dan. En dan ga je naar 5. En dan gaan we lopen naar 6. En dit is 5. Zo. Dan gaan we lopen naar 6. 6 is de okser, is de blauwe. Die zie je nu nog niet zo goed, dat snap ik. Maar nu kan je hem wel zien. We gaan het 1 keer te lopen. En we moeten tot 7, dus we moeten er nog 1. Nog 1. Oh jee. Wacht. Gaan we hier langs, gaan we even afsnijden. Je moet helemaal mooi. Gewoon zo. Daarheen. Helemaal mooi eromheen en dan ga je hier naar 7. Dat is finish. En dan spring je zo over die geest ook. Ja, doe maar. Ja. Gelukt. Nou weer terug. Jee! En een keer. Nou, dan gaan we even gewoon het parcours wijzen. Dus gaan we eerst daar naar 1. Mijn pony staat daar. Ja. Wat is mijn pony aan het doen? Opzadelen. Wat ben je aan het doen? Opzadelen. Oké. Okay. Kijk, dan gaan we naar 1. 2. En 3. A, B. Ja. En dan gaan we naar 4. Dat is een scherpe bocht. Ja. Door naar 5. Ja. Weer naar 6. 5, dat is die groen-oranje. Ja. En dan gaan we naar 6 en dan gaan we helemaal mooi eromheen zo en dan gaan we naar 7. Ja. Ja, weet je hem nog, Tess? Ja, ik vind het altijd handig om eerst met mijn pony te lopen. Maar dat mag niet. Oh, dat vind ik altijd zo jammer. Oké, we gaan nu de cross lopen. En we gaan nu al naar 1. Dat is deze, is dit boomstammetje. Daar ook mee. Als je dat overal doet, wordt het zwaar hoor, Tess. Weet het. Dan lopen we door. Ik zag net 2 al. Dat is 2 al. Die zit daar ergens. Gaan we over dat ding heen? Nee, nog niet. Oh, dat ga ik niet doen. We gaan wel naar de waterbak. Oh, jippie! Kijk, dan gaan we daar naar 2. Oh, daar. En jij moet de kant met dat gele bordje hebben, denk ik. Okay. Ja, dat denk ik ook. En dan moet ik de andere kant hebben. Ja, we doen al 2 verschillende. Wow, dit is lekker zacht. Fijn. Jeetje, jij gaat het niet. Even kijken, dan gaan we naar 3. Dat is 3. Waar is 3? Is hij daar 12? Ja. Oké, okay, nu ineens warm. Dat is 3, dat is 11.
Oh, ik ben het even aan het verpesten, jongens. Sorry. Helemaal niks. Hier hoeven we niet te zijn nog. Dat is 13. En de trappen. Nee, ik heb de parcourstekening niet. Kijk, oh, daar is 3. Dan ga je daar zo langs galopperen. Dan galopeer je daar overheen. Een keer moet 10. Met die boomstam en ik gewoon alleen die. Dus ik tussen die twee poortjes. Dus kijk, ik moet zo. Ik ga ook wel even hier van jou springen, ja? Zo. En dan gaan we naar... 4. Waar is 4? Dat is 6. Nee, is dat 6? Ja, oh, voor jou. Voor mij. Dit is 6 voor mij. Oh, ja, zoek hoor. Oké, daar is 4. Ah, daar is 4. Hey, heel groot dit. Sorry, Rebecca. Ik heb ook 5. En jij moet die 4 doen, niet die. Hij ook kan in je best. Ja. Oké, we gaan heel even kijken, want het is een groot parcours waar we heen moeten. We beginnen bij 1. Daar is 1. Gaan we naar 2. Dan is daar die 3. Waar is 1 ook weer? Hier, die bij 16. 1, 2, 3, 4. En dan gaan we naar 5. 5 is daar ergens. Daar gaan we niet overheen. Ik hoop niet dat dat 5 is. Wat? Nee, dat is 15. Wat is dat? Nee, we moeten even die struikjes. Oh nee. Waar is 5? Oh, daar is 5. Waar? Daar. Oh, daar moeten alle twee hetzelfde. Ja. Gelukkig. Dan springen we over die heen. Oh, kijk, dat is een poort. Kijk nou, dat is nog best hoog. Jij moet over die heen springen. Ja, zij moet over dit en ik moet over dit. Dat is toch gemeen? Hier. 5. Oh, hieronder. Wacht. Dan gaan we naar 6. Waar was 6? We hadden 6 al gezien. 6 was de struik. Oh nee, dat was 16. Ja, dat was 6, ja. 6 was de struik. Maar dan moet je daar zo helemaal omheen galopperen, toch? Of moet je hier zo? Ja, dat is 6. Oh, ik moet daar voor deze heen. Zo. En dan gaan we naar 7. Dat is weer helemaal daar. Helemaal daar terug. De boom is omgevallen. Dan galopeer je hier. Heen, denk ik. Hier omheen, niet omheen. We gaan de waterbak in, Tess. We gaan nu niet door de waterbak heen. Wacht, wat? Wacht, wat? Ik snap heel veel dit concept niet. Wacht. Oh. Ja. Jij moet... jij neemt gewoon... Hier zo. Jij galopeert er gewoon in. Ja. En ik moet het hekje nemen. Jij moet over het hekje heen springen. Ja. Oh. Ik durf het niet hoor. En dan galopeer je gewoon door of draven, maakt niet uit. Gewoon eruit. Ja, dus daar zo eruit. Ja. Waar zo, dus hier zo overheen eruit. Ja. Maar hier zo is dan gelijk... En dan, dat is dan gelijk 8. Ja, dus dan gaan we naar 9. Oh, 9 is daar, dat is met dat paard. Oké. Okay. Zou je volgens mij hier zo heen galopperen? Ik heb geen idee waarom die daar staat. Of is dat een probleem? Nee, maar die staat er gewoon altijd. Zo. Ik denk dat je dan hier zou moeten galopperen. Oh god. Dat
paard vind ik wel even spannend, jongens. Jij moet op paard springen, hè? Ik niet. Ik ga je mooi zo eromheen. Kijk, en daar is negen. Dan moet je daar zo tussendoor. Tess, wat betekent er dat er nog maar één, dat er nog 1 minuut staat? 1 minuut? Kijk, er staat hier 1 minuut. Oh, geen idee. Misschien op 1 minuut veel? Ik hoop het niet. Ook niet. Er zijn echt kaartjes. Moeten we zo? Nou, jij gaat die boomstam nemen en ik moet het paard. Dus dan moet het is een unicorn, jongens. Dan moet je zo proberen. Kijk, dan moet je zo. Oké, okay. Ik wil toch heel even zeggen dat ik dit best hoog vind. Is het ook. Kijk, ik ben... Kijk als je de test ernaast ziet. Nee, kijk, ik ben eigenlijk zo. Oké, okay. Let's go. Ik moet hier overheen. En dan gaan we naar... 10. 10, dat is denk ik daar. Dus dan lopen we verder. Dan galoppeer je daar denk ik omheen. Zo. Ja, dat kan je doen. Galoppeer ja, je dat daar. Doe je, ja. Ja, dat anders red je het niet. En zo. Oh, zo spannend heb ik als een keer gemaakt. Ik denk dat ik wel. Ja? Jou. En dan heb jij die lagen weer. Ja. Jij moet die hoog nemen. Ja. Oh. Oh, anders zijn stemmen aan het opzadelen. Dat is wel handig. Ah, oh, mijn moeder is mij eigenlijk om. Hieroverheen. Oh, het is wel moeilijk hoor. Oké, okay, Tess, waar gaan we eerst heen? 1, 2, 3, 4. Hier? Ja. Hier. En dan kijken. Waar is 5? 5. Ja, 5. En dan 6, dat was die. Ja, 6. Dat was die heg. Dan 7 was de waterbak. 8 eruit. 9 was het paard. Nou, we hebben weer batterijen. Geheugen. Ja, 10. Daar gaan we verder. 10. Dan gaan we denk ik rechtdoor naar 11. Oh ja, Tess, bij 11. Dat is een... daar moet je ergens inspringen. Oh jee. Echt? Over een boompje in een gat. In een kuil. Echt? Ja. Laat mij zelf zien. Ik heb al wel een beetje naar de parcourstekening gekeken namelijk. Oh jee. Kijk, dat is 11 met die boom daar. Waar? Ja, bij die grote boom. Grote boom? In die kuil. Die kuil? Oh. Zie je hem? Een boom in de kuil. Nee. Bij die boomstam? Welke boomstam? Bij het bordje 11? Bordje 11. Oh, daar! Hè? Moet ik daar ook heen springen? Ja. Nee, jij moet over dat ene hek heen. Nee. Jawel. Nee, ik ben ook gewoon over die. Dan sta ik over 11. Spring je zo een gat in? Niet zo snel! Wat? Niet zo snel, joh! En dan nog een keer door de waterbak heen! Oh, en dat was dan gelijk 13B. 13B? Ja, B. Ja, B. Oh nee, dat is 13. Ja, we moeten allebei over deze. En daar zo was er ergens 14. Vast wel. 14. Ik denk ergens wel op dit terrein. Ja, niet tot helemaal daar naartoe, maar tot naar Halimahagestand. Naar? Halimahagestand. Oké. Okay. Ja, dat is in mijn woorden ver weg. Halimahagestand. Het paard. Sterretje! Is het paard nou... Ja, het paard is 14. Het paard is 14. Het paard is 14. Maar eigenlijk, ik vind het een unicorn hoor, mensen. Ja, het is het ook. Kijk, het wordt zo
Waar is die? Ik kan hem even niet vinden. Kijk, ik vind een unicorn. Dat is die witte. Welke witte? Nee. En dan moet je zo. Ja, jij moet die plantjes, ik moet die witte. Oké. Maar die witte. Zo, dan ga ik over die plantjes heen. We gaan heel even afsnijden, want anders duurt het te lang. Jij gaat helemaal langs het oranje touw. Dat zie je, ik weet niet. Dat is 15, dan ga je zo. Kijk, dan ga je zo over 15. Tessa moet deze, ik moet deze. Maar ik heb deze wel eens gesprongen en het valt reuze mee. Ja, en dan ga je zo om en dan ga je naar 16. Dus anders als je zo gaat, dan heb je niets. Nou. Parcours uitgelegd door Tessa. Dus dan. 16. Dan nog 17 of dat niet? Unicorn! Het is geen 17 meer. Oh, dit is waar. Nou, Tess, als jij nog één keer gaat zeggen waar we heen moeten, gewoon aanwijzen. 1. Dit is 1, ja. Dan gaan we daarheen naar 2. 3. Waar is 3 dan? 3 is daar, zit daar gestopt. Hoe ziet die eruit? Ja, dat weet ik dus niet. Het is een soort van zo-boom. Zo. Ja. En dan gaan we naar 4. 4, dat is. 4, dat is die. Ja. En dan ga je door naar 5. Die zit daar, dat is. Nee. En dan daar. Nee. En dan ga je weer door naar 6. Dat zijn de hegjes. 6. Oh ja. 6. Dan... Ja. Dan ga je door naar 7. Dat is de waterbak. Ja. Daar. Ja, die meneer is dus. Oh, dat is geen meneer. Dan is 8 het einde. 8. En dan is 9. Ja, wat is 9 nou, hè? Oh ja, 9, dat was in die bak springen. Nou, dat is 11. Als ik het zie, even kijken, 9, dat was... Nee, weet jij het zo? Nee, maar ik weet dat dat 10 is. Jongens, we zijn 9 kwijt. Oh nee. Gun. Hier is 9. Is dit 9? Dit is 9. En dan gaan we van 9 gaan we naar 10. En van 10 gaan we naar 11. En 11, dat is in die bak. En dan 12 de waterbak. En dan 13 de waterbak uit. En dan is 14 weer dit. En dan gaan we naar 15, dat is de witte sprong. En dan 16 is het boompje. Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we testen. Gaan we testen om ergens op de pony hijsen?